Boah, das war krass, Copyright. Heeft iemand Niels gezien? Hij is nog niet hier. Je bent veteraan. Ah. Hallo, hallo. Hey Niels. Ik moest wel echt allemaal dingen aanpassen. Oké. Okay. Niels is super. Wacht, de muziek is super luid. I mean, het is een fucking hard nummer. Ik kan het niet zachter zetten dan dit vergeleken met Niels. Ik kan de mic boosten, maar dat gaat niemand leuk vinden, denk ik. Het ding is, hij zegt nu dat ik drie keer de audio is.
van de muziek, dus heb mensen ze kunnen haten, I guess. Ik ben de stream een beetje aan het luisteren, volgens mij klinkt het prima. Het is hartstikke prima. Also, ik was niet al laat. No way, je hebt geen bewijs. Luck is kut, Blackson. De dag dat hij 3,7% accurate moves door Paralysis heen raakt. Ja. Dat is pijnlijk. Welke tier is Tomski op Taco's tierlist? Ja, moet je Taco vragen. Moet je bij Taco zijn. En Taco gaat het alleen afmaken als hij dronken is. Dus. Ja, B, want hij is niet S of A. Ja, kinda, I guess. Probably. Proces van eliminatie. B klopt. We hebben net gekeken. Waar had hij iedereen gevangen? Nee, mensen zijn gewoon een A en een S. En al het andere staat gewoon een B. Waar vinden we de lijst? De lijst is niet dat boeiend. Het is dronken taco. Nee, Spotify Premium, ik wil niet jou gebruiken nu. Ik wil niet, ondanks het feit dat ik betaal voor een service, niet in het probleem komen met copyright. Yeah. Text to voice, water channel? Let's go. Imagine niet S-tier zijn, fuck jou, Gerben. Alright, ik ga het naar Draftleek voor de match veranderen. Een hele goede avond. Wordt dit gewoon de intro van de stream? Ga je nu de stream openen? I mean... Al deze tijd? Ja, goedenavond allemaal. Goedenavond allemaal. Ik doe gewoon mee dan. Jongeman. Het is tijd om te gaan slapen, I guess. Met deze muziek. Die net opkomt. Ik weet niet wat voor musicbox het is, maar holy shit. Oh snap, mijn kut logo is mee in stream. Jazeker. Iedereen die een logo heeft, gaat het logo op stream krijgen. Ik probeer te horen wat het is. Is het, volgens mij is het Sleeping Bob-omb van Paper Mario. Ja, volgens mij heb ik hem nog niet op shuffle gezet. En hierna hebben we volgens Autumn Mountain Battle. Ja, ja, dit is gewoon de Paper Mario sectie. Living La Vida logo. Waarom? Right. Ja, dus even kijken. Wacht tot de stream, tot de match begint. Want van wat ik had gehoord, Tomski die zou moeten gaan eten over 5 minuten. Twee minuten als we like, op een minuut willen. Maar... Ja, weet je wel van Tomski of hij gewoon werkelijk gaat spelen tijdens het eten of dat we gewoon tijd moeten vullen voor hem? Ik heb geen idee. Eten is klaar, doe. Like... Oké, dus jullie kunnen spelen of je hebt al gegeten of... Nee, hij is niet klaar met eten, no way. Jawel, hij is wel klaar met eten. Oh, what the fuck, hij is klaar met het consumeren van het eten. Hij is klaar met het consumeren van het eten. Damn. Ik moet vaker op stream komen en mijn team en merch... I mean, dat kun je letterlijk aanvragen, dus... Ja, iedereen die op stream wilt spelen, kan het aanvragen in stream request zodra ze het hebben like, gevraagd aan hun matchpartner, hun tegenstander, of ze op stream willen spelen. Ja, het is niet heel lastig. Het is niet lastig. Dit hebben we ook voorgaande seizoenen gedaan, Hetzer. Nou ja, whatever. I mean, het feit dat we maar eentje hebben voor week 1 is kinda cringe, not gonna lie. Ja, een klein beetje niet based, maar het is fine, want dan kunnen we like, hierna hebben dus alle tijd om aan de bingo te werken, I guess. Precies. Oeh, hoor ik daar Final Fantasy? Ik hoor daar Final Fantasy. Oh,
Oh ja, dat is waar. I mean, als we niet genoeg, als we like, maar één game hebben voor de week, Gerben, dan sure, waarom niet? Het kan, vriendjes kunnen er gewoon bij, waarom niet? Maar. Oh, wil jij tegen Sam spelen op stream? Oh, ik heb geen team voorbereid, dus dat wordt hem niet. Ah. Maar ik bedoel, stel, we hebben ruimte en beide kunnen, dan waarom ook niet? Like, het is een friendly game, waarom niet? Weet je, ik ga gewoon... Wil ik over de teams al gaan? Nee, want dan kunnen mensen nog gelijk aanpassen. Ziekendomski, ja. Yeah. Ja, je kunt ook niet echt naar voorgaande weken kijken, want die hebben we nog niet. Nee. We kunnen... Oh, wait, nieuwe melding. Live battle. Battle? Yep. Live battle? Battle tijd. Battle. Oké, wat zien wij? Uit, als je even op wacht. Omschief geforfeit. Uit. Oh, mijn... Nee. So, what happened? Ja, invite only gaat op de fucking bingo, I guess. Of, like, de fucking match link van ik gaat op de bingo kaart, I guess. Nee, ze hebben al de game geforfeit, Shark. Je hoeft niks meer te doen. Dan weet ik, dan moeten we dadelijk gewoon later. Like, zo, dan moeten ze moeten de match declinen en dan moeten ze het later volgens mij erin invoeren. Ja, ze hebben een nieuwe game trouwens. Oké, we zien. Oh jongens, we zien Grimmsnarl, Araquanid, Mamoswine, Melmetal, Sceptile, Mega en dan Corsola Galar. Oké, geef mij een seconde. Ziek. Voor Tomski zien we Mega Gardevoir. Dat is Mega Gardevoir, right? Ja. Yeah. Zeroot, Gigalef, Draco, Fish, Magnezone en Cinderace. Oh, denk je dat... eens kijken. Ik zie Dracovish al eng zijn. Maar Ziek heeft de Water Absorb en Priority. Dus dat is heel fijn. Oeh. Krijg je een Cinderace die tegen Corsola... Kijk, Corsola kan meteen headset inzetten en Cinderace kan het... Cinderace knock? Volgens mij niet. Cinderace heeft Sucker Punch. Ja, maar geen knock. Nee, maar Sucker Punch boeit niet tegen Corsola, like knock of zo irritant zijn. Maar nee, volgens mij Cinderace geen knock. Wat betekent dat deze matchup like, heel goed is voor Ziek. Dus Ziek kan dit al meteen gebruiken om headset op te krijgen. Hazard of Will-O-Wisp klikken. Ja, maar, weet het, Tomski en Ziek trouwens, zijn ze nog like, in de stream of niet? Nee toch? Oh ja, dat is waar. Ik zou we zouden het prefereren als je like, niet in de stream zou zitten, maar. Terwijl we. Tomski en Ziek zitten allebei nog in de stream te kijken. I mean, dan hoop ik dat ze het gewoon mute of whatever. Anyway, wij gaan gewoon like, verder. Weak Armor. Nee, waarom? Oh shit, Weak Armor. Waarom elke keer Weak Armor? Oké, wel is kinda cool, maar dit had ook een burn kunnen zijn of rocks. Ja, ik ben hier geen fan van. Sowieso Weak Armor niet. Like Strengthsap had cool kunnen. Was fine kinda geweest, maar ja, nu wordt het genockoffed. Ja, dus nu moet je switchen. Als je hier gewoon een burn-out had gehaald of hazards was dat cool geweest. Zeroot kan zichzelf healen, dus de burn was niet mega significant, maar het maakte gewoon je switchen nu fijner. Maar ja, nu wordt er ook niet genockt. Nu ben je gewoon een item kwijt, tenzij je like, Sept al gaat op de knock-off. Like, dan ben je geen item kwijt, maar dan word je zitten Mega en Focus pas te klikken of zoiets. Want anders ga je dit ding nooit doden. En Zeroot krijgt U-turn, dus je kan gewoon tegen U-turnen. En Zeroot gaat niet dood dat ik like, andere Sept al moves. Ik ben ook geen fan van Weak Armor, like, waarom wil je sneller zijn? Oh, dit was niet de bedoeling? Deze ability? Ach ja. Ben je er nog, Rebius? Ja, ik ben dingen aan het aanpassen. Oh, oké. Ik liet wat tijd vrij om voor jou te praten, maar je zei Nee, ik ben bezig met de stream te fixen. Oh, wait a sec. Zeroot heeft geen knock-off, dat was ik weten. Oh, was het Lashout? Ja, wacht. Oh, nee, wait a sec. Het heeft Darkest Lariat Lashout, toch? Nee, het heeft knock-off. Het heeft geen knock-off. Nee, volgens mij kreeg het geen knock. Dat was het hele probleem met het ding, toch? Oké, zo. Nee, deze man heeft geen knock. Bijna bij turn 4, holy shit. Right. Oké, priority reflect van Grimmsnarl. Oké, terwijl Cinderace weer in komt. Fair play. Dit geeft je
Oké, okay, T-Wave, nice. Oeh, dat is echt goed. En Gunkshot miss. Gunk miss. Oef, dat is pijnlijk. Maar door screen heen had het like, niet heel veel gedaan. Dat wel wat gedaan natuurlijk, maar het was geen kill geweest ook waarschijnlijk. Nee, zeker. Gunkshot, oeh. Ja, 31. Lightscreen is... Sure, waarom ook niet. Ik had mijn bingo kaart hier ook klaar moeten zetten eigenlijk. Melmetal? Oh, dual screen is trouwens weg. Oh, dual screen. I mean, we hadden al dual screens, dus dat is alleen relevant voor... Voor Shark en Taco. Ja, Shark en Taco. Oh, what the fuck? Yeah, I guess dat Taco ook kan, ja. Oh, what the hell? Dat is sick. Ik heb alleen voor Hazard zien gebruiken, maar hij... Dit kan zeker ook. Oh, dit is zo fuck. Dit is zo cool. Dit is heel cool. Wauw. Well, ik ben benieuwd like, hoe het werkt met Lightclay dan. Oh, dat is super cool. Topski heeft gewoon Lightclay. Kijk maar, reflect 3 turns. Ja? Oh, dat is zo cool. Ik wist niet dat het zo functioneerde. Dit is kinda bad. Ik zou trouwens niet in blijven als Cinderace zijn die hier like U-turn gewoon. Actually, U-turn niet eens uit. Like Switch Hard, je wil niet verpijlen worden. Je kunt willen wispen, maar. Cinderace? No way dat hij Willow runt. Dan heeft hij geen fire move. Dan is hij U-turn gunk als zijn enige, aanval. Heb je meer nodig? Hey, pyroballs. Ja. Ik ben het niet eens eigenlijk met dat pyroballen. Want je kon geparalyzed worden. Ik denk dat ik gewoon liever een harde switch had gezien. Mm. Ook al, je hebt niet echt een switch in trouwens. Omdat Cinderace geparalyzed is, ben je nu sneller, wat kind of funny is. Ja, maar like de strength set wordt gewoon genegated door weak armor, dus kind of sad. Ik bedoel, het ding is, Tomski kan naar like zone gaan en guarden voor en naar niks anders. Oh, dit wordt gewoon geburnt. Als ze Will-O-Wisp heeft. Je runt geen Corsola zonder Willow. Like, dit wordt gewoon gebeurd nu. Also, niet een shiny. Ik had deze nickname vaak bij een shiny. De Crystal Meth? Wat? Welke kleur heeft hij? Blauw? Ja, dat is like heel licht blauw. Nou, dat was gewoon cool geweest. Nou ja. En de Oh, no way dat je dit doet. Wat? Homeworld? Nee, als je dit ding beurde, was het zo goed geweest. Oh, dat is zo... Oké, dat vind ik een shit. Ik ben niet een fan van die play van Tomski. Het is veel te agressief. En dit ding had zo makkelijk gebeurd kunnen worden. Het had ontzettend makkelijk gebeurd kunnen worden, maar helaas. Maar... I mean, Stone Edge was ook kind of free geweest. Not like... I mean, ja, yeah, nou niet erg, want Melmetal eet dat. Nee, maar Gigalith. Maar Gigalith die Stone Edge klik bedoel je, of wat? Ja, Gigalith Stone Edge. Ja, Melmetal eet dat. Maar nogmaals, je had de Gigalith kunnen burnen. En sterk nog, je had de Dracovish geburnt anders. Maar weet je wat, Vish in maakt niet echt uit. Vish in is niet het grootste probleem, want je hebt Water Absorb en Raakwit, hoop ik. Dus Dracovish kan je actually niet eens dat veel doen. Wacht, was het trouwens... De Whirlpool was mis, toch? Ja. Dus we weten nog niet wat de ability is van Dracovish. We gaan ervan uit dat Sandrush is, want, you know, er staat Sandstorm. Is er een reden dat hij nu, like Dracovish? Oh, Rabius, we weten dat het Sandrush is. Dat is gegarandeerd, want Dracovish liep geen Sand chip op. Dus het ding is altijd Sandrush. Oh ja, dat is ook waar. Dus dit ding is gegarandeerd Sand Rush. Wat betekent dat je gewoon naar Araquanid gaat, want je bent niet sneller. Like, dat betwijfel ik. Zelfs op +3. Je bent niet sneller. Daarbij, je had het vorige keer moeten burnen. Waarom klikt hij geen burn? I mean... De Gigalith Whirlpool was cool geweest als het in bleef om rocks te zetten ofzo, maar... Actually, dat was heel cool geweest, want dan ben je ook gewoon gelijk kind of van Sand af. Want dan kan het maar één keer komen en dat is, you know, nu. Oké, ik kan zien waarom het cool was, maar ik denk dat de burn steeds beter was. Nee, burn was altijd beter geweest. Ja, yeah, ik denk dat burn altijd beter was. Like, de whirlpool is om like, binnen 20 turns like, the game te eindigen. Binnen 20 games de game te eindigen. Burn had gewoon voor de Long Kong gewoon zoveel beter geweest zijn. Ik bedoel, het is dat Gigalith, als Gigalith getrapt werd, was het like, kind of dood gegaan. Wat belangrijk is, want het minimaliseert hoe vaak drink of je dit kan doen. Geen Water Absorb. Water Bubble is een hele goede ability, maar ik had het hier wel had ik Water Absorb willen zien tegen Dracovish. Ja, yeah, helemaal. Dit ding gaat dood. Dit ding gaat like dood naar Sand. Actually, nee, het leeft net. Maar is het Choice Band? Dit lijkt me geen Choice Band damage zo wel. Maybe. Of het moet like full defense, raak me net zijn, niet special defense. Nah,
weet ik niet. Om eerlijk te zijn... Ja, misschien is dit geen band. Misschien wel. Strongjaw, like, geen Strongjaw damage buff is wel een ding hoor. Het ding is, dit is een Draco Vajuga, ga je dit überhaupt doden? Want, like, water werkt niet echt. Want dat is het enige wat raak in het hart kan klikken. Met water bubble. Ja, like, Leech Life gaat niet genoeg HP terug zijn ook. Nee, Leech Life gaat like 30 doen op de dingen. Je hield like 15 terug. Dat is nooit genoeg. Je kan het statussen, like toxic klikken, maar dan duurt het voor eeuwig voor de dood gaat. Die hebt die turns niet. Ik zit kan niet te kijken wat welke ziekte van plan is hier tegen. Ja, want Rakudit kan het niet like, uitstallen. Als je Water Absorb had, had je gewoon kunnen toxic klikken. Kind of free here, want Zone is de enige switch in daarvoor. Like, Zone is de enige toxic absorber. Ja. I mean, Zeroot heeft jungle healing, dus het kan status kind of negeren, maar dan nog. Ik zie zeker ook niet like, nu op een water move klikken, omdat ik... Like dat ding. Ze zou niet op een water move hier mogen klikken. Laat ik het daarop houden. Like Dracovish zit in. Drakefish is geen water absorb. Je kan voor een skull burn gaan. Nee, maar het is 4 keer resistant. Je kan voor een skull burn gaan. En ik denk dat dat nog steeds een beetje. Ik denk dat skull burn actually een betere place is dan gewoon fucking Leech Life klikken ofzo. Oh. Kosla, uit. Hey, als dit cursed body was, was het leuk geweest. Want dan had je like de Dracovish fishes rent kunnen cursed bodyen, maar dat is het helaas niet. Nee. Oké, okay, ik begin naar het Zeke's team te kijken. Als er hazards neergelegd worden, ik ben er vrij zeker van dat. Mijn metal de enige Pokémon is op haar hele team wat niet gewoon dood gaat aan Dracovish. Dus Zeke moet een beetje voorzichtig zijn. En die Dracovish heeft nog geen chip opgelopen. Oh, also, Matsumoto, let's go! Sad Coral Noises. Ja, dit zijn wel heel kinde Sad Coral Noises. Is dat fucking Arachnid bloedsturing? God, dat is... interessant. I mean, Sceptile overleeft Vicious Rant zeker. Dus als die choice is in Vicious Rant, dan kan Sceptile zeker inswitchen. Oh, nou Mega trouwens, ja, want je hebt een Quad Resist. Dus ja, dat leeft Sceptile. Sceptile heeft dat wel, ja. Ja. Fair. En Sceptile kan ik echt wel terug doden, want het wordt ook een Dragon type en stuff, dus precies. Ja. Precies, ik denk dat Dragon Pulse gewoon killt. Oh ja, for sure. Het killt dat? Het is like nog steeds 80, 90 Special Defense. Ja, like 100 HP, 80 Special Defense ofzo? Ja, zoiets. Maar ik bedoel, Sceptile heeft like 170 special attack of zoiets, toch? Ja. 150. Like, nee, ik meen 145, maar... Ik kan Fish gaat wel dood. Fish gaat echt wel dood. Oké, okay, Cinderace. Sceptile, oké. Okay. Je bent sneller, mega sneller. Oeh, en helemaal gezien die paren dus. Paralyzed. Ja, Tomski is geparalyzed, dus je bent sowieso sneller. Ik ben even aan het kijken, want... Ik... Ga ervan uit, waar was deze dubbel voor? Want je kon Volt switchen, like, is deze dubbel dan voor Mamoswine? Je ging gewoon dood aan Mamoswine. Ja, als je Mamoswine wilt coveren, was je niet dit gegaan. Oké. Okay. Is physical, oké. Wait, physical? Dat is niet zoveel meer attack, toch? Of heb ik het fout? I mean, physical is betere coverage, dus dat helpt. Nee, ik heb nog steeds een beetje. Wacht, geen trace? Dat is geen trace. Oh. Dat is er zeker. Ja, we hebben telepathy zal niet zijn. Telepathy zal het dan niet zijn, dus dan zal het. Nee. Synchronize, ja. Yeah. Ah, ik guess dat het ver is met Grimmsnarl. Maar... Ja, dan kun je T-Wave wat kinda cool is, I guess. Yeah. Of like de Toxic van Kosla. Oeh. Ja, Melmoth ga je niet doden. Met dit ding zomaar. Had Sceptile trouwens niet gewoon Search Bomb of P-Jab? Ik bedoel, ik weet niet of het Oko, I mean, misschien Oko het. Ik weet niet of ze P-Jab heeft. Dat is niet heel veel damage. Dat is niet heel veel damage. Dat is helemaal niks. Imagine dat hij Hockey Helmet had. Holy shit. Ik bedoel, Zone moet hier gewoon uitswitchen, want Iron Defense gaat nog steeds gewoon dood aan EQ, dus dat is niet the way. I mean, Magnet Rise is een ding. Wow, dat is... Ja, Tomski kan voor een Magnet Rise. Maar dan moet... Als ik nu op Brick klikt... Ik denk niet dat ik Brick zou klikken hier. Of Superpower. We hebben ook geen item gezien op Melmetal. Dat kan banned zijn, maar dit is zo weinig damage. Ik betwijfel dat banned is. Oh, dat is Magnet Rise. Klik Superpower. Nee!
Oké, heeft Zeke Shedshell, is de vraag. Nee, daar ga ik niet vanuit. We hebben geen item, we hebben, het is geen choice item, ik zie geen lefties, het kan een Sultfest zijn, I guess. Maar, oh, dit is trouwens kinda heel bad, want als dit ding doodgebodypressed wordt door Iron Man's bodypress zone, dan is Sceptile kinda het enige wat de Drinkfish tegenhoudt van de game binnen. Ja. I mean, dan moet hij ook nog door de vier keer defense Magnet Zone heen komen die op Magnetrise zit, en dat zie ik haar op het moment ook niet doen. Oh nee, want ze heeft geen Fire-type en geen Fighting-type, dus je moet je bent ook niet special Sceptile, dus je hebt geen Focus Blast Sceptile waarschijnlijk. Nee, dit dus ziet er ontzettend slecht uit. Matsumoto kan hier gaan sweepen nu. We hebben nog altijd screens van Grimmsnarl, wat gewoon een beetje kan helpen. Oh, daar is de Iron Defense. Oh, dit ziet er niet goed uit. Nee. Dit ziet er absoluut niet goed uit. Ja, dit is rough. Oh. Je kan niet Melmetal tegen een Magnezone. Je kan niet Melmetal meenemen in een Magnezone matchup en gewoon niks hebben voor de Magnezone als hij Magnetrise krijgt. Ja, dat. Dit is heel yikes. Dit is heel jammer. Het enige, honestly, op dit punt wat Ziek kan redden, is als deze Magnezone Iron Heaven's Bodypress is en als de allerlaatste move Volt Switch. Want dan kan hij niet de Corsola Gellar doden. En dan wordt hij doodgewhirlpooled. Dus dat is de Ziek's kind of hope nu. Hoop je? Dat hij geen bodypress kan klikken tegen me. Dat hij geen bodypress. Dat hij geen moves heeft voor Corsola Gellar. Magnetrise, Iron Defense. Hij moet. Als hij geen Volt Switch heeft, nee, dan is het afgelopen. Ja, als hij gewoon bodypress en dan T-Bolt is of zo, dan wordt het heel lastig voor Ziek om nog te winnen. Oh, dit gaat. Dit is ook weer een music box. Iceberg. Oh, nee! Oké. Nee, dit gaat zo lang duren nu. Dit gaat voor eeuwig duren nu. Wat is het met ice punches en de eerste keer dat je die gebruikt vriezen? Ik had Oh nee. Yo, ik respecteer dit. Ice punches zijn fucking. Dit gaat. Gaat het 70 beurten worden? Ik ga niet liegen, maar al deze chip is actually relevant. Deze chip die nou oploopt van alle ice punches en stuff is actually heel relevant. Het klopt, maar. Holy shit. Nee, ik zweer het. Deze wat 10% extra die Ziek eruit gaat halen als niet meer, is super relevant. Want Sceptile en Memo kunnen actually misschien gaan killen. Ook door de body. Ook oh, door en, de... En de Magnetrise is weg. Nee, de Magnetrise is weg. Oh my god. EQ! Oh my god. Ik kreeg de Ice Punch first try. Dit is heel sad. Oh my god. Dit is niet, heel sad. Niet EQ klikken. Niet EQ klikken. Luister. Ja, oké, goed zo. Goed zo. Oh, dit is zo sad. Dit verdient het ons geen niet. Damn, dat is af. Oké, hier komt Gigalith in. Je moet het aanvallen. Je hebt chip nodig, anders kan de Drinkfish niet doden. Iron Double. Double Iron Bash gewoon. Er is geen reden. Wacht, is Melmetal sneller? Nee, Ziek moet niet inblijven. Ziek moet niet inblijven. Nee, ik ga met de Flinch Dance. Je bent. Sneller. Oh, je kan sneller zijn, actually. Ja, dat kan. Ik denk dus toch niet dat je niet moet inblijven. Ik denk dat het steeds dan een slechte player is, maar. Double Iron Bash. Oké, weet je wat, fine. Ik ben het er niet helemaal mee eens, for sure. Wat doet Vicious Rant hier tegen? Ik denk dat het, wat, 40, 50 maybe? Dit gaat waarschijnlijk 2-hit KO'en. Ja, ik denk 2-hit KO'en, ja, maar... Dit gaat niet OKO'en, never, nooit. Dit gaat absoluut niet OKO'en, nee. Daar is Bellet toch gewoon te bulky voor. Ik heb een play, maar is risky, ziek net voor de freeze punch. Wacht, zit ze in kalm met jullie? Oh mijn god. Ik bedoel, er was niet echt heel veel risico naar ice punch, want het enige wat je ermee verliest is, 3% damage op Melmetal. Ja, bijna zitten in een call. Tomski zit ernaast, zwetend. Arm ding. Oh nee. Zwetend had niet gezegd, maar ik kan het me voorstellen. he's sweating. Oké, aan Tomski's einde begint het er ook niet goed uit te zien, want nee, een stuk als deze Giglyph,
Als deze Gigalith werkelijk langzamer is dan Melmetal, dan kan Melmetal ook gewoon bijna de game winnen. Nice. Want Zerud kan dit niet stoppen. Zerud kan dit niet doden. En Gardevoir kan dit niet doden. Like, Focus Blast natuurlijk niet genoeg. Hey, Lars, welkom bij Stay Sit. Oh, sheesh. Oké. Okay. Ice Punch? Oh mijn god. Oké dan, tja. Ik dit is een oh mijn fucking god. Oké, deze game is on second gewoon. Oh, wat? Oké. Allebei dubbel? Wat? Ik denk dat Zeke het moment wel gebruikt om screens te zetten, I guess. Sure. Oké, weet je gewoon even. Close kop. Ja, dit doet geen hond. Oké. Dit ziet er allemaal slecht uit. Het ziet er allemaal slecht uit voor Tomsky. Maar honestly, die damage op Mammoth is gigantisch. Garva kan maybe winnen? Niet meer. Ik wou net zeggen, dat had je niet moeten doen. Oh god. Oh nee. Zerud heeft geen aromatherapie, of wel? Wait, is Melmetal... Nee, Melmetal... Maybe met Speed Invest is Melmetal nu sneller. Ik bedoel, Melmetal gaat niet dood aan Focus Blast, want dat is dat lightscreen. Dus ik zou Memo eigenlijk gewoon instutchen in plaats van Melmetal, maar... Ligt aan of het, like, is het choice met Memo? Dat is de vraag. Dit is rough. Ja, Bernd, you know what? Never mind. Mijn match tegen Blixen was fijn. Kan ik me voorstellen? Het had veel erger kunnen. Hey, Tomsky, okay. Welkom bij Lamp, I guess. Leuk dat je hier bent. Oh nee. Oké, wel, hier is Memo. En ik zie niet echt heel veel kans voor Cardiff om dit te leven. Ja, Choice bent EQ killed. Icicle Crash, maybe? Ik denk het wel. Het kind of probleem is... Er staat ook gewoon screens voor like fucking 1000 turns nog. Ja, yeah, Mystical Fire, als Cardiff het heeft, gaat het niet killen. Oh nee, want Fik vet, dat maakt het neutral, dus je moet Focus Blast klikken. Nope. Maar het maakt niet uit, want je gaat dood in EQ waarschijnlijk. Ik ben aan het kijken, bro, wat kun je nog doen? Je kan Gigalith gaan... Het sec en hopen dat Drakefish zichzelf unfreest. Maar Lai, er staat nog steeds een reflect voor like 5 turns, dus je gaat nooit stuff doden. En je kan Sceptile Mega gewoon niet meer doden nu. Like, Mega Sceptile gaat niet dood in Drakefish en je kan ook gewoon like, het niet meer doden met andere Pokémon. Also, hey Ash. Ash in one good? Ik heb geen idee hoe dat gaat. Thanks for the follow. Oh, wat ben je een follow? Yo, follow de stream! Ja, EQ. Nog een keer EQ. Oké, ga je hier iets zeggen? Ik ga aan het nadenken. Honestly, nee, ik denk dat je screens moet gaan proberen te stallen in de hoop dat Drakefish iets kan gaan doen. Dus moet je zo goed gaan hier? Zo goed is het enige wat Sept al tegenhoudt. Dus ik heb geen idee, honestly. Ik wil zeggen, ga ze goed op de EQ en dan op de Ice Move ga je, like. I don't know, dan Drakefish, want dat leef je waarschijnlijk wel, want het is quad resist. Of het is neutral AQ, je gaat dus dood dan. Misschien... Als je gaat rondop, heb je ook geen sand turns meer. Ah jongens, dat is zo leeg. Is de kill op Mag een status skill? Nee. Nee, status skill is gewoon alleen burn en toxic. Oh, en confused, als we dat willen tellen, actually. Het is Sarut op een sandstorm team. Sarut, dan... Oh man. Nice. Dat is fantastisch. Ja, dit ziet er kinda slecht uit voor Tomsky. Dit ziet er kinda unwillable uit, bedoel je? Ja, als er heel veel chips zit op de rest, like Sceptile. Yeah. Nee, er is... Nee, het gaat gewoon niet meer, want je gaat Sceptile gewoon niet meer kunnen doden. Je hele team is langzamer en Drakefish is de enige mon die sneller is, maar kan niet doden. Ik denk dat Mega Sceptile
Megalovon niet kan ook over en Hyperfire scaled 100% de Dat is waar. Megaceptile gaat niet Megacarver ook over waarschijnlijk. Maar andersom zeer zeker wel. En dan is de vraag, gaat die para uitmaken? Dracovish uit 50-50, ofwel of niet uit de vries? Ja, je moet wel. En ik ga niet liegen. Matter voor degene die het nog niet had. Maar dan nog, like, met reflect op, ik denk niet dat je, like, ik weet niet of je met me had gedood, ik ga niet liegen. Actually, waarschijnlijk wel. Ja. Anders liep gewoon uitschool crash klikken. Wat heeft het woord aan? Heeft het überhaupt, like, fatsoenlijke crash like moves? Ik heb geen idee. Ik weet jungle healing, maar dat is, ja. Het heeft vast wel crash like moves, ik weet ook niet echt wat. Maar het heeft vast wel moves. Telt dit als een status skill? Nee, het telt niet als een status skill. De freeze op Dracovish telt niet als status skill. Power Whip. Power Whip. Well, weak armor. Ja, nu? Ik haat het dat Ziek werkelijk een Whirlpool kill gaat krijgen nu en ik ben zo boos dat ze... Wait. Darkest Lariat? Wait, wat is je plan hier? Waarom switch je... Wat? Is het Choice Band? Het is Choice Band. Oh, ja. Yeah. I guess it's the choices, huh? Yummy. Ziek zit haar eigen screens te stallen, let's go. En Grimmsnarl is dood, dus... I mean, gaat het heel veel uitmaken? Ik denk het nee, niet. Ik denk het niet, want like, Gardevoir is langzamer dan Mammo, dus... Powerlap gaat trouwens nu ontzettend veel damage doen. Ja. Oké, dan niet, nee. Oké, heb je een play? Je moest dubbelen die turn, I don't know. Nee, niet waar, want je... Welke move is Sceptile nu? Oh shit. Het is afgelopen. Ja, de game is over. Die fellas. Kerstboomdans. Yo, de Kerstboom Plus. Crosspoison. Wait, Crosspoison kan missen. Kan Crosspoison missen echt waar? Volgens mij wel. Volgens mij niet. Ik kan uitroepteken data Crosspoison doen toch? Doe slash, niet uitroepteken. Als je uitroepteken doet, dan krijgt iedereen te zien in de chat. Bij slash niet. Het is 100% accurate. Het is 70 power. Ik dacht dat het, 80% accuracy had. Maar, of 95. Oh, het is Scarf! Oh, shit. Die leefde! What? I mean, als het Scarf is... Het maakt niet uit. Je gaat niet... Memo. Je gaat niet Memo Oko, je gaat niet Melnettel doden, Gaat Ziek voor de diff? Dat is de vraag nu. Ik denk, als je Shard hebt op Memo, kun je gewoon hard Memo gaan hier. Als je Ice Shard hebt op Memo, kun je gewoon hard Memo gaan. I mean, ik denk nog steeds dat Dark Slayer niet Memo 2 slot, maar... Maybe, honestly. Ik zou gewoon Memo gaan, dat is geen reden om het niet te doen. Krijg je een Ice Shard kill. Ja, één ding is zeker, we zijn hier op ziek kalks aan het wachten nu. Er is geen reden voor ziek om in te blijven, toch? Want je kan gewoon... Kijk, gewoon even, hier is een ding. Als... Is dat een... Als je dood kan gaan aan crit... Als je dood kan gaan aan crit... Darkest Lariat van zijn route, dan is Memo gaan de grootste choke aller tijden, by the way. Want dan kun je misschien zelfs verliezen als zelfs Memo. Ja, maar ik denk niet dat Darkest Lariat terug shot met Scarf. Nee, denk het ook niet. Verwacht ik niet. Slash dat. Slash dat. Nou, het is niet 2-shot, hè. Je moet Memo al okoen op dat punt. Om de game te winnen. Je moet Melmetal ook houden. Nee, die zit op 31%. Ja, sorry, je moet het vanaf 31% gewoon doden. Je hebt maar één hit, je hebt er geen twee. Nee, maar ik heb het over Memo, niet Melmetal. Oh, Memo. Ja, yeah, whatever. Als Memo Ice Shard heeft, is de game letterlijk over. De vraag is gewoon wild ziek, proberen voor differential te gaan. Ja, yeah, het kan zijn dat ze Sceptile niet wil laten doodgaan, omdat het de favoriete bond is en, dingen. Ja, Tomski met Er is geen reden. Het is gewoon kuideke dat ik nog niet geen move speelt hier, maar... Raak we net. Bonk. Blok je helmet? Oké, dus we besloten raak we dit te stacken. Het kan. Ik zie ik nu echt gewoon hard Memmetal gaan en dan loopt Memmetal 17% op en dan gaat ze hard Memo's van je. Nee, no way. Nu komt Memo in.
Open Ice Shard, ja. Yeah. Oh. Dat kan ook, je gaat niet dood, dat is fijn. Ja. Oh, dat is redelijk wat, maar dat is fijn. En bon. Ja, het is nog steeds 120 attack van soort. Alright, de win gaat naar Ziek. Ja, nou Tomski, welkom bij Lamp. Grote kans dat je een halve trofee krijgt aan het eind van het seizoen. Ja, ik had ook Ice Punch geklikt de laatste turn, headset. Ik ben met je eens. Ik had het ook gedaan. De laatste turn een Ice Punch klikken. Oh, is Poribot doodgegaan, echt waar? Is Poribot doodgegaan? Hij zit er nog in, though. Poribot zit er gewoon in. Het heeft niks... Het heeft ook in replays gedumpt, toch? Oh, niet? Jawel. Oh, dat is de vorige game. Dat is de forfeit game. Oh, ja, natuurlijk kan hij dat niet doen, want de andere game... Dit is niet... Ja. Nee, Poribot is niet kapot gegaan. Jullie hebben Poribot kapot gemaakt. Ja, Dat is heel anders. Dat telt niet. Yo, first time chat. Hallo, Pen Ping. Hallo, hallo. Oeh, Ziek, je kan die GG's leuke game zeggen. Dat kun je niet doen. Ziek is zo toxic, what the fuck. Oh, heerlijk. Ja, Ice Punch... En de follow van Panping. Hey, Panping. Dank u voor de follow. Ik hoop dat je genoten hebt van de game, als je hebt meegekeken. Maar... Straat Engels, ik weet niet of die deels kan. Oh, just call me Mr. Penguin of Penguin. Het kan een Kevin zijn. Oh, het kan een Kevin geval zijn, ja. Anyhow, alsnog, welkom bij de stream. We gaan nu gewoon wat draft bingo dingen bespreken, dus we gaan even geen extra game op stream krijgen. Helaas. Maar alsnog, enjoy the stay. Hij had wel even de muziek veranderen van hype naar... Chill. Oh, wat een eerste game. Holy shit. Nee. Ja. Ja. Ja, Niels. Het ding is, Shark. Deze game voelde beter. Het probleem is, het voelde ook slechter. Ja. Yeah. Rebus is trouwens aan het doodgaan. Ik ga een stip nemen van mijn warme shock, omdat hij niet meer warm is. Want hij staat al een half uurtje hier. Heel sad. Lauwe chocomel. My favorite. Ja, de 10%. Oh, what the fuck? Was een ding. Holy shit. Ja, Ice Punch, lekker move. Onze goede vriend Mr. Penguin is zelfs naar de server, naar de Discord gegaan. Oh. Kun je worden Nederlands, Penguin? Dit is een Nederlandse Discord namelijk. GG slikke game, no. Is de Twitch descriptie Engels? No, als goed is heb ik die Nederlands gemaakt. Die zou Nederlands moeten zijn. Ik ga even like naar About. Nee, in About Lamp ligt dat gewoon dat alles een ander Nederlands is. Nou ja. Anyway. Ja, ik heb een fucking kruid in mijn keel. Oké. Mr. Penguin is zelfs in general gesproken. Surely hij kan Nederlands. Of zij, of wie dan ook. Right? No shot, right? Alright, few. Oh, Penguin is eng aan het doen in VC. Uh-oh. Eng? Ah, hij is al in VC. Ik heb het gevraagd, ik kreeg een lach. Shark, je bent een... Shark, oké, jij bent een haai. Dat is een penguin. Like, the natural order moet zijn dat jij niet bang hoeft te zijn.
Ja, je zou dit moeten pakken. Jullie hoeven niet in te grijpen, hoor. Ah, oké. Okay. Oké, je hebt het onder controle dan? Nee. Dat is niet. Dit is een interessante development die ik niet verwacht. Ja, dat is week 1, baby. Week 1, baby. Ja. S-Shark heeft niks onder controle. Oké. Wel, momenteel is hij gemute. Zullen wij gewoon verder gaan met onze... Zullen wij gewoon verder gaan met... Ja, ik weet niet echt wel... Bingo verder... of zo? Ja, I guess. Wat kan ik maken ervoor? Alrighty. Dus we gaan nu gewoon... Heb je de bingo site paraat? Of wat heb je? Ik heb de bingo site als het goed is. Want ja, dan kunnen wij nu... Ik wil alleen even kijken welke scene... Oh, we kunnen het gewoon inderdaad logo over doen. Maar dan moet ik die even niet visbaar maken. Ah, yes. Dus dan. En dan doen wij deze wel. Oké. Okay. Wat is te zien? Oh, mooi. Het is perfect. Cool. Allright, voor de week 2 kan ik alvast maken. Maar... wat hadden we allemaal? Wat een flink wat. Oh, we moeten opnieuw alles in doen wat we hadden. Ja. Yeah. Oké, Luke. Zit jij in call met Penguin? Kun je zeggen of die oprecht Nederlands kan? Oh, Shark heeft Penguin al naar een andere server gesleept. Oké, never mind. Als Penguin doodgaat, heb ik Bingo. Oh. Oké, Penguin zei dat hij geen idee wat gaande is. Heeft. Penguin zei, because I didn't understand what someone who is saying well. Ah, oké. Okay. Ja. Yeah. I mean, we're like a Dutch Pokémon draft. Ik denk dat je nou... Oh. Ja, nee, Shark zit momenteel in call met Penguin. Ik denk dat hij nou al aan het bespreken is. Laten we gewoon verder gaan. Well, anyways, dan gaan we aan de bingo beginnen. Yeah. Kun je gewoon lekker hardop dingen oproepen? Dan hoef ik niet steeds te streamen. Oh, die ik op mijn kaart heb staan? Sure. Onhandig. I mean, een boel mensen hebben al hun kaarten gedeeld, dus ik ga wel even een beetje rondkijken wat ik tegenkom. Ik heb like alle kaarten aan mensen, dus ik heb de kaarten like gewoon. Oh ja, fair enough. Je hebt gewoon alle kaarten. Ik kan gewoon oplezen wat ik hier heb staan, maar misschien... Dan doe ik die gewoon erbij en doe ik de rest erna. Oké, sure. Dan begin ik gewoon linksboven en dan werk ik naar rechts beneden. Move absorption. Yes. Porybot. Oh, zeg maar alsje. Dan hebben we Porybot Dice. Wat we nog niet gehad hebben, by the way. Alright. Upset. Die pas week 2 in, ja. Ja, 4 keer effective, of 4 keer super effective. Doesn't kill. We hebben... Ik wou fucking een comma ertussen doen van Lux Super Effective, dus het kill van nee wacht, dan pak die fucking nieuwe. Heeft geen zin. Yes, volgende. Crit didn't matter. Ja, crit didn't matter hebben we. Die is wel al geweest twee keer. We hebben... Draco Leafstorm Overeat op min 2. Draco Leafstorm Overheat op minus 2. Ja. We hebben Type Weak Berry. Type Weak Berry. We hebben Trick Room. Deze muziek klinkt niet chill. Waarom? Dit klinkt hype. Waarom is dit op? Welke song is het? Big Shot van Deltarune. Omdat hij ons uit de... Oké. Okay. Ik weet ook waarom. Oké, die heb ik waarschijnlijk per ongeluk erin gegooid. Want volgens mij is het ook niet de OG. Dit is volgens mij een remix die ik per ongeluk erin gegooid heb. Gooi nee, maar... ik weet ook niet waarom. De playlist... We waren uit de playlist vanwege Undertale. Oh, hype. Oké, we hebben Static. Effect Spore.
Flame Body en Curse Body. Static, effects, spore. Flame Body en Curse Body. Flame, Curse Body. We hebben Focus Miss. Yes. Oké, okay, I guess dat ik ook gewoon like Hurricane Miss. Ja, Hurricane Miss en Stone Miss erbij gezet. Wat niet en Stone Miss. Stone Miss. Nee. Ja. Alle terrains kun je dan doen. Dus gewoon. Psychic. Ja. Terrain. Electric. Terrain. Misty terrain en fucking grassy terrain. Sand. Oh ja, kun je ook gelijk doen. Sun, rain en hail. Yes. Yes. We hebben. We hebben een vakje genaamd skillshot, 2 hits. Maar we kunnen hiervan. Oh, 2 hits of miss. We kunnen hier gewoon alle multi-hit moves van maken. Dus gewoon multi-hit move, 2 hits of miss. Hmm. Als je wil. Oh ja, want skilling like, mondgits zijn gedraft. Nou ja, maar ook gewoon. Anders doe je alleen skillshot en die move wordt like, die vak gebruikt. Fuck. Ja, dat mogen multi-hit moves, want er is niet echt een reden om skillshot te doen en dan niet gewoon, like, rock blast en bullets. Ja, yeah, like Icicle Spear bijvoorbeeld, dat zagen we vanmiddag. Of ja, eind vanavond. Ja. We hebben minder dan 20 turns game. Minder of gelijk was dat toch? Het staat... Nou, het is grappig dat je het zegt, want voor de 20 turns game is het letterlijk gewoon minder, maar voor de 70 turn games... is het gelijk of groter dan. Dus doe mee wat je wil. Ja, minder of gelijk aan 20 turns is gewoon. En dan nog ik kijk net op fucking Google. Want ik vroeg dan minder of gelijk aanteken. Het kleiner dan het teken is minder... Ja, gewoon... pers naar links. De andere twee ongelijkstekens zijn, dus dat pers naar rechts met is, is groter dan. Of gelijk aan. En om een of andere reden is dit in het Engels. Oh, ja. Yeah. En dan... dat is fucking dom, holy shit. Uit gelijk of minder dan 20 turns. Dat kunnen we nog like, veranderen. Like, aan de hoeveelheid games like, meer of minder dan 20 turns zijn. Dan kijken we niet even wat like, een Goeie... Nee, ik ben 20 fine. We hebben al minder dan 20 gehad. Nee, dat klopt. Maar als er like, 5, 6 games zijn die like, minder dan 20 turns zijn, dan ben ik wel down om het like, naar 18 te doen. Of, ja. En de andere is dan 70 of meer turns? Ja, 70 of meer. Ik weet niet wat. Of er nog bij chat iets gezegd wordt. Effort had Weather Wars. Maar we gaan like, suggesties van de chat zo even doen. Laten we eerst even dingen overnemen. Hmm. Ik stop ook al er alvast in. Oh, sure. Doe maar. Uit, Niels? Ja, my bad. Sorry, ik was even... we hebben sub-leftovers. Sub-lefties. Ja. Yeah. We hebben. We hebben hier Scald en Scorching Sands Burn. Hmm. Willen we Discharge Para daarbij zetten of een eigen ding maken? Ja, ik weet van vorig jaar hadden we like, Bounce en zo er ook bij. Maar we kunnen dat, wat, like, we kunnen dat dan. Like, Bounce en Discharge, die allebei volgens mij 30% hebben, kunnen we like, apart doen. We gaan niet Bounce en Discharge apart doen, like, doe die dan samen. Maar niet samen met Scald. Nee, maar like, want dit gaat om Burn en Bounce en Discharge gaan om... Ja, ja, eens. Dus doe gewoon like, de 30% Burn dingen bij elkaar en dan de 30% Terra dingen bij elkaar.
We zijn trouwens wel een stuk, ik wil zeggen eerlijk, maar het is like, de Scald in Scorching Sandsburn was like, BGK was de turn 1 alleen, like dat je het klikt. Ja, nee, whatever. Maar dat is fine. Oh, we kunnen flinch erop, ja, ja. Oh, flinch is inderdaad ook een ding. Bounce, discharge. Holy shit, daar ging even iets heel erg fout. Dat was discharge spellen, ja. Oh, daar ging heel even wat fout. para. Dan gewoon flinch. Ja, ja. Flinch. Oh, we gaan niet fake out tellen, toch, voor flinch? I mean, het kan. Tellen we het? Hoe vaak wordt fake out geklikt? Bij ons wordt het niet. Ik denk dat fake out nog wel regelmatig geklikt wordt. Ik heb geen idee. Ik heb nog geen fake-out gezien in de afgelopen matches. Fair. Vorig seizoen ook bijna niet, hoor. Oké, fine. Hou flinch gewoon erop zoals het is. Fine. Oh ja, meer dan 90% hit mist. Oh, en 3 turns sleep, dat dacht ik net. Als we nu toch bezig zijn met burn, para, flinch en dat soort shit. Fair. En vries er ook maar gewoon bij, waarom niet? Want vries gebeurt actually niet dat veel. Ook al gebeurt het deze game twee keer. Oeps. Ja, oeps. We hebben niet like burn, want like, want dan zouden we daar ook nog een apart ding van moeten maken. We hebben niet iets dat 30% kans heeft om te vriezen. Dank god. Dat klopt, maar like, je kan nog steeds vriezen op de kaart zetten, want vriezen is ook een stuk zeldzamer dan like burn en bijra en zo. Oké, we hebben geen ice types. In de hele. We hebben. We hebben letterlijk al twee vriezen. We hebben al twee keer een vries gezien, letterlijk vandaag. Oké, vries gaat moeilijk worden voor mensen, maar I'm sure. Ja, nee, want vorig seizoen zijn denk ik like 6 mons gefrozen. Like het hele seizoen. Ja. Yeah. Ik weet niet of ik het eens ben met vries, want we hebben like poison en zo er ook niet op staan. Like, we willen wel dat de vakjes die er zijn, dat ze wel daadwerkelijk ook een beetje kunnen. Dat zeg je, maar we hebben dingen als trains die niemand gedacht heeft erop staan. Dus, Hoe bedoel je? Ik heb electric terrain en misty terrain. Jij hebt grassy terrain. Gerben heeft psychic terrain. Alle trains zijn gedraft. Oké, fine. We hebben geen sun team. Actually, we hebben een zard. We hebben een rain team. Hebben we een Pelipper of een dinges? Volgens mij heeft niemand een Pelipper of een Politoed. Politoed. Maar, whatever. Like, dat dingen zeldzaam zijn is niet slecht per definitie. Ah ja, oké. Maar dan wil ik geen gezeik horen als Fries niet, als jij Fries hebt en het gaat niet komen. Maakt niet uit. Wat hebben we nog meer? Let's see, wat hebben we nog meer? Toxic Ditto, Rox Ditto. Ja. Yeah. Oh, we hebben hazard stacking, trouwens. Hmm. Oh ja, hazard removal is er ook zeker eentje. Yes, hazard removal. Dat is mijn A. Ja. Yeah. We hebben ook nog self-kill. Ja, de fucking. Lorp recoil. Ja, yeah, recoil damage is het gewoon. Ja, nee hoor, lorp recoil dan. Nee, wacht, dat betekent dat het. Gewoon recoil. We kunnen maar zo snel typen, mensen, we zijn bezig. Oké, we Power Herb moeten nog bij, wat Gerben suggereerde. Ja, de weakness policy ook. Ja. Oh, willen we like Blunder policy erbij gooien bij weakness policy? Gewoon like samen in pakje. Ja, meer het kan, maar ik ben inderdaad geen fan van ze apart te doen. Gewoon weakness / Blunder policy ofzo? Gewoon policies. Ik denk dat het onduidelijker is dat gewoon blunder / weakness doen, maar sure. Ja, nee, maar niet. Een blunder, weakness. Er is echt, like, compleet geen stream delay, wat super epic is. Alright.
Power-up, weakness-passie. Wil je wel Rocky Helmet erbij doen? Nee, ik denk niet dat ik Rocky Helmet erop wil zetten. Effort maakt er een suggestie van. Is daar een reden voor? Want, het kan wel gewoon. Want net zoals, Power-up, die dingen worden alleen getriggerd als ze het doen. En Rocky Helmet werkt alleen tegen bepaalde dingen. Ik denk dat Rocky Helmet een stuk vaker gaat komen dan Blunder en Weakness Policy, maar het kan, I guess. Je denkt dat het vaker gaat komen? Rocky Helmet komt veel vaker en het is ook gewoon vaker te activeren. Oh, ja. Trick is een switcheroo. Ja, Luke, ik ben met zoveel dingen bezig. Ik heb die ook nog voor mijn lijstje staan. Maar Trick is een switcheroo moet ook nog. Wil je Fling erbij zetten? Sure, gooi Fling erbij. Kun je trouwens ook even Blunder slash Weakness doen? Oh ja, ik had inderdaad een streep. Ja. Yo, denk een rompen. Alright, wat hadden we nog? Moxie en Beast Boost. Yes. Hey, we hebben actually Beast Boost gezien deze week. Van Gerber. Ja. Yes. Maar we hadden daarvoor volgens mij al Moxie, toch? Not sure. Denk ik niet. Ik meen van wel, maar dat... Yeah. Also Cortana had... Oh ja, Beast Boost. Ja, zeker waar. Ja, zeker waar. Want et cetera trouwens erbij, want Grimny en die andere, ondanks dat niemand die heeft, het zou kunnen dat iemand die hebben. En dan wil ik niet daarna nog achterkomen dat die niet erop zit. We hebben ook nog Mixed Set, Momentum telt niet. Willen we daarbij toevoegen dat dingen als Rapid Spin en Knock of niet tellen? Klopt, maar dan gaat het een behoorlijke mess worden. Weet je wat, fuck it, doe gewoon Mixed Set, alleen Momentum telt niet. Want als we Knock of niet tellen, dan kun je gewoon argumenteren dat dingen als Rapid Spin niet telt, you know? Dus. Ja. Yeah. Mixed Set, geen Momentum. Ja, Momentum telt gewoon niet. Geen momentum telt niet. Zo staat het ook prima. Geen momentum moves, die tellen niet mee. Mix het, momentum telt niet uit. Volgende. Eens kijken. Een minder dan 5 punt mon pakt een kill. Ik wil niet zeggen komt. Ik denk dat is dat te makkelijk? Het is te moeilijk, man. Er is nog geen 5. Nog geen 5 mon. Ja, Lurentus is gekomen. Ik denk dat een minder dan 5 punt mon komt veel te makkelijk is, maar oké. Oh, komt! Ja, dat is wat Luc wil suggereren. Ik vind kill fine, dat is misschien een tikje moeilijk, maar ik vind komt te makkelijk. We kunnen uiteindelijk later nog kijken om het naar 7 of 8 te doen, maar... We kunnen ook gewoon komt en pakt een kill 2 aparte hokjes maken, you know? Ja, nee, het ene is zoveel makkelijker dan het andere. Dat... Doe gewoon 6 dat Tangela meetelt. Het kan, maar dat is voor volgende week pas. Nee. We hebben nog back-to-back pass, dus gewoon 2 keer per rij vol terra. Ja. Daar had ik streepjes tussen, volgens mij. Next. We hebben. Ik zie even niet iets staan in de chat. Ik heb het op mijn kaart. Nee, ik heb nog dingen op mijn kaart staan, waarschijnlijk. Nee, heb ik niet. Ik zie niks staan. Heel sub lefties, back to back was, upset. Upset had ik al, toch? Had je upset al? Weet ik niet. Volgens mij was het de eerste 4 dingen. Ja, dat hadden we. Wel dood. Mixed. Type Pigberry hadden we ook. 6-0 moet je nog, 6-0. Type Pigberry hadden we ook, toch? Ja, Typhic Berry hebben we ook. Ik zeker, ik heb het opgenoemd, dus ik weet. Ja, maar ik ben... hier staat het. 6-0. En dan trapping moves. Het ding is, als we minder dan 5 punten krijgen killen, dan kunnen we ook
5-0 en 4-0 en 3-0 en 2-0 en 1-0 erbij doen. Technisch gezien 6-6 ook, want Ziek en Tom Skillet. Nee, gewoon enkel 6-0 telt. Gewoon enkel. Like 6-0 of 1-0 kan, maar andere... Ja. Like close 1-0... game. Dat zijn niet like die close games, man. Het ding is... Oes, Papel was niet een 1-0 en dat was een hele close game, maar maakt niet uit. Er waren meerdere matches van jullie van like 1 of 2 moves anders en de game kon zoveel anders zijn. Ah, tuurlijk. Eens kijken, we hebben... Oké, wat willen we doen met de Mega Dint Mega? Want het ding is, als een Mega niet komt, dan vinden dat mensen al Mega Dint Mega. Maar zijn we het daarmee eens? Heel simpel. Als de Megamon die gedraft is, niet gemegaat heeft, telt, mag je dit afkruisen. Heel simpel. Het gaat dood voordat het gemega evolved heeft, dan heeft hij niet gemegaat. Zo simpel is het. We gaan geen roundabout ding eromheen doen. Als hij op het team zit en hij mega evolved niet, mag je hem afkruisen. Willen we dan Mega Didn't Come een eigen ding maken? En die geldt trouwens niet voor Papel, want hij heeft geen mega. Zijn we daar ook mee eens? Daar ben ik down voor, maar dan is dat inderdaad voor week 2, want heel veel hebben al like Mega Didn't Come afgekruist. Ja, voor week 2. Maar dan, Mega Didn't Come was trouwens ook nu van Dunslate van Plas. Want die had Santieris niet meegenomen. Ja. Maar Mega Didn't Come implied dat er wel een Mega op het team zit, want anders heb je niet. Ja, dan hebben Mega Didn't Come implied inderdaad dat een Mega op het team zou kunnen zitten. Zo simpel is het. Ja, Gerber zei al in jouw match ook geen, ook er geen mega was, want Dunslate, ja. Eens kijken. Wat heb ik nog? Team Turns 1v1. Hebben we Trick Room? Trick Room hebben we nog niet. Willen we Tailwind toevoegen? Ja, dat kan wel. Tailwind en Trick Room hebben denk ik evenveel kans op te komen namelijk. Ja, vind ik fijn. 10 turns in 1v1 ben ik down voor. Hoeveel turns waren dat tussen de Melmetal en de Magnezone? Ik denk dat het er 7 zijn geweest ongeveer. Het was close. Ik weet niet of het 10 is. Misschien... Het zijn 3 Iron Defenses. En daarna like nog 4 beurt aan Magnetrise of zo. En daarna 2 EQ's. Ik denk dat het like 8-9 is geweest. Ja, dat is wel close for sure. Dat waren 2. We hebben type Big Berry Effort hebben we. Meer dan 90% accurate miss, die moeten nog. Oh, hadden die nog niet? Oké. Oh man. Gewoon ACC is fine. Yeah, man. Wat hebben we nog? Trapping. Hebben we Trapping nog niet? Oh, damn. You sure? Magnet Pool, baby. 5 Cat Gems voor turn 1. Oh, die vind ik kind of fun. Maar nee, dat kan. Ik vind hem leuk, maar ik weet niet of ik hem wil. Het ding is, je weet niet wie het heeft. En dat kan je benadelen. Het ding is, mensen gaan dan maybe niet Cat Gems spammen omdat ze het niet hebben. Ja, dat wil ik niet echt. Maar wel spammen. Als ze het wel hebben. Eigenlijk moeten we dan 6 hebben om een 5 te hebben. Dan moet die eigen catch hem dan niet mee telt. Ja, nee. Ik vind hem leuk. Ik weet niet of ik hem wil. Het zijn dingen zoals like. Nee, het zijn niet dezelfde dingen als like Shuck komt in een game, aangezien Shuck like anderhalf jaar al niet meer heeft gekeken. Ja, nee, we hebben gewoon niet zoveel. Like, ja, ik vind hem leuk, ik denk niet of ik hem wil. Oh, wat het trouwens Toxic Trade in plaats van Toxic Ditto, maar... Oh, I mean, same. Willen we Teleport Ditto doen? Of vinden we dat te zeldzaam? Momentum Ditto kan wel. Momentum Ditto kan inderdaad. Dus U-turn, Flip Turn, Teleport... Moet het dezelfde move zijn aan beide kanten, of is het gewoon Momentum? Nee, gewoon veel? Momentum. Hè. Dus dit is like, kind of wat er sowieso gaat gebeuren, helemaal in... Dan moet ik wel eerlijk zeggen, de Alcuda Divisions. Ja. Oh, dat gaat... Ja. Private Link. Private Link moet er echt wel bij. Ja. Hebben ze dat niet gedaan? Nee, ik heb niks gedaan. Hoe dan ook.
Oh, we hebben wel Poribol Dice. Oh ja, dat hebben we voor sure. Poribol hebben we. Dat is lekker set bovenaan. Invite only, ja. Invite only kan, maar dan ben ik eerder gewoon daarvan. Like, want daar kun je meer, want je kunt spectators. Kun je like, aanzetten. Like, dat spectators niet mogen kijken, maar volgens mij is het dan ook anders toch? Dat is al genoeg, nee, dat verneukt het al. Als je gewoon aanzet, don't allow spectators, dan verneuk je het al. Like, dat telt gewoon als de invite-only stuff. Oké. Okay. Ik zal wel even een link erbij zetten. Ja, goeie. En dan... Zo, invite-only is dan... Like, dus... Ja. Wat was dat ook alweer? Is dat like... Oh, wat de song? Ik ben niet aan het luisteren. Oh, ja, nee, niet de song. Space Cake etten in... ja, dat is een paar keer gebeurd. Dat is een paar keer gebeurd, te min. Ja, maar doe maar niet. Is nadenken. The fuck they doing over there? Kill them black. Wrong side of history. Oh, heeft hij Kieran Black gekozen? Oh, zijn we nou met Penguin weer bezig? Ja, yeah, Penguin is een Kieran B appreciator. Zie ik, je had een paar dingen fout ingevoerd, maar het is niet goed. Ik was kind of vergeten dat Magnum Drives bestond. Credit and Matter hadden we al, toch? Ja. Yeah. Ik ben ook lekker redelijk in het begin. Yes, daar staat hij. Hebben we dan alles? Hebben we dingen gemist? We hebben meer nodig. Oh, hebben we turn 1 kill? Nee, turn 1 kill hadden we nog niet. Maar die ben ik wel down om erin te zetten. Gewoon omdat het kan. En niet trunks, maar turn 1 kill. Ja, ik ken dat karakter van de Dragon Balls. De Dragon Balls. Oké. Boots is te veel voorkomend lukt, dat gaan we niet doen. Boots is vaak gewoon een must op je team, in plaats van power help. Ja. Oké, maar er moeten nog wel wat extra dingen komen en ik ben aan het nadenken. Nee, als ik zeg hazardloze game, dat gaat ook te vaak gebeuren. Like, hazardloze game is gewoon like iedere Gerber game zo'n beetje. Dus whatever. En Dunslade heeft ook geen hazard. Of like Spikes, die Spikes aan één stijl trokken met beste jodel. Man. En Cloyster gaat die niet. Ja. Ja, luister, Healback naar vol luck vind ik werken, maar ik vind het een beetje, moet ik zeggen, moeilijk bijhouden, ik weet niet. Oh, als je like, onder 50% zit en dan na terug naar 100 gaat, ben ik wel down ervoor. Dat vind ik nog moeilijker bij te houden. Like, al deze dingen kun je gewoon, you know, het gebeurt één keer en ben don. Er zijn een paar uitzonderingen zoals like, 3 turns sleep, dan moet je gewoon over meerdere turns bijhouden, maar dat zijn echt uitzonderingen. Oh, ja, ik guess dat makkelijk kan. Het is like, wacht, dan zeg ik niet trouwens onder 50%, 60% of lager en daarna terug komt naar 100. Want dan maakt het daadwerkelijk uit. Waarom specifiek 60? Omdat, onder of gelijk aan 99% zitten en terug naar vol is. You know, dat kan lefty zijn na een steltrok in switch. Ja, yeah, fair. Waarom dan 60 nu niet 50 bijvoorbeeld? Op 50 is vanaf 50 is het moeilijker terug naar 100 te komen. Like 75 is sub. Is sub lefties basically. Dus. Ik vind 60 een beetje een vaag getal, maar ik snap het wel dan, I guess. Je kunt het 70 doen, want dat is onder lefties, maar ook daarmee ben je weer gewoon stealth rock damage lefties en dan... subs. I mean, 50, je kan ook gewoon 50% oplopen aan rocks, you know? En aan spikes en zo, dus... Nee, klopt. Zeker. Wat zegt de mensen?
Ja, ik, wat denk je van luxe suggestie? Oh, we hebben een no nickname doen, trouwens. Ook niet erbij. Sure. Wat denk je van Healing Wish / Memento? Telt als momentum? Nee, telt niet als momentum move, want je bent dood. Dat is flinke koop, dat tellen, ja. Man, ik praat als Purple nu, godverdomme. Dat explosion? Nee. Actually, hey, wil ik explosion? Knock-off op een knockable mon is kind of wel funny. Ja, die vind ik fine, sure. Want dat telt ook like, als de tweede, de, als knock-off op de tweede keer. Gewoon de tweede keer gebruikt hij dezelfde mon. Ja, yep, met yep, gebruik, yep. Het telt ook tegen mega's en krijgt ook de bonus damage niet. Honestly, daar ben ik wel fan van. Wil ik daar gewoon knock-off geen bonus damage? Mhm. Dat is een prima verwarning. Willen we een double down doen? Hoe bedoel je? Dat bij, in dezelfde turn beide kanten doodgaan, like the mons. Ja, dat kan. In Smash wordt het altijd een DBZ genoemd, want het is heel extreem anime als mensen like, samen wegvliegen en zo. Maar... ja, dat kan. Like, ik ben down voor double KO of DBZ. DBZ ja, maar je kan gewoon DBZ moment slash en dan tussen haakjes double KO. Waarom weet ik niet, want er is volgens mij geen enkele keer dat dat daadwerkelijk gebeurt of volgens mij de... Nou, je kan Explosion hier dus al best wel goed in rekenen. Like, we hoeven niet Explosion een ding te maken, maar Explosion gaat dit kunnen veroorzaken. Ja, dat is volgens mij letterlijk de enige keer. Nee, dat is niet waar, want like, status en stuff, dit is echt wel vaker gebeurd. Nee, ik zit te denken aan Dringable. Oh, je zit aan animated tank hier voor een dit guy. Nee, ik zit in Dringable. Like, wat is nou like, een DBZ moment tussen allebei? Maar volgens mij is het letterlijk alleen als mensen op Explosion klikken. Ja, de rest wint er altijd al eentje. En met de explosion klikken bedoel ik Cell bij de Cell Saga en die technisch gezien niet eens doodging, want hij had een cel op aarde en de Cyberman die Yamcha opblazen. Oh, en die fucking kleine kutkabouter die een Cyberman explodeerde, dat is zeker waar. Alright, dus DBZ moment. Ja, kun je even de zaakje zetten, double kill, want niet iedereen gaat weten wat DBZ moment is. Man. Ja, sorry, maar het is echt zo. Tussen haakjes. Double knockout. Ja. Verder. Dice to hazards. Ja, goeie. Goeie. Hadden we status skill hier trouwens ertussen? Oh, staat status skill niet tussen? Volgens mij nog niet. Oeh, interessant actually, want als we een vakje hebben genaamd status skill. Gewoon passive damage skill? Ja, ik heb liever een passive damage skill, ja. Dan hebben we daar. Want dat iedereen vraagt steeds van: oh, maar als we doodgaan en rook, dus dan staat de skill en ik ben er kind of zat van. Oh, nu ga je ze combineren. Weet je, dit vind ik fijn, want anders kunnen mensen like, twee hokjes in één keer krijgen als je doodgaat aan Toxic Spike Poison Damage. Ja. Double switch? Kan... Dat is basically momentum, dit toch? Ik denk dat double switch like, altijd gaat gebeuren, dus ik vind dat niet echt... Je zegt altijd gaat gebeuren, maar dat is niet per se waar. We gaan... Wat? 10 games krijgen per week? Nou, dat is overdreven. Like, 8 games krijgen? Nee, we krijgen like, 16. Per divisie like, 8 games. We gaan like, 15 games per week krijgen. Like, dat gaat echt wel gebeuren. Ja. Yeah. 15 games. 14 games en geen enkele double switch, maar... Sure, whatever. Weet je wat, dit bewijst tenminste of je kan opletten of niet. Ja, Megas is geen bonus damage. Nee, Megas hebben geen extra damage. Mons die geen items hebben. Dus als ze al een keer een knock-off zijn, dan zijn het al betere knock-off switches. Dat is de reden waarom vaak bijvoorbeeld Slowbro geen item runt.
Hetzelfde geldt voor Poltergeist namelijk. We hebben geen ghost mons eigenlijk. Nu ik erover nadenk. De enige, niet veel. De, volgens mij is de enige Poltergeist mon daadwerkelijk Golurk aan Hetzel's kant. We hebben een Frostlass. Ah ja. Ooze heeft Dusk Noir. En Barry ook trouwens. Ja. Maar die mons zijn vrij niche. Ik weet niet of ik Dusk Noir en Golurk en zo vaak gaan komen. Maar dat is heel lekker maar. Like, de enige goede ghosts die we hebben zijn like Blacephalon en... Ja, we kunnen niet like bottom mist doen, want die, dat telt al voor like 90% of gelijk. Yeah. Like zo'n niche is die mist niet. Oh, immunity, we hebben al move absorb en immunity is like... I don't know, als je ferry inswitcht op een dragon move heb je al immunity, dus ik weet niet. Ik zag trouwens van explosion en zo. Zal ik gewoon van lob recall, zal ik er gewoon self-kill van maken? Like gewoon dat momentum, met dat momento, healing wish en fucking explosions, dus self-destruct daar dan bij zitten? Heb je momento healing wish nog een eigen ding genoemd? Nee. Ergens? Nee. Dat oh ja, sure. Maak er maar self-kill van, ik vind het prima. Tolski moment? Nee. Nee, like, dat is, ik bedoel, we hebben al freeze als je het gewoon daarna wilt verwijzen, maar anders nee. Willen we een burden daadwerkelijk? Nee, want dat kunnen we daadwerkelijk niet checken. Nee. Wil ik ook niet. I mean, ja, wat voor andere dingen dan nog? Ik ben aan het denken. Missen we nog dingen van anderen? Dat is wat ik me afvraag nu. Ik ga eens even de dingen langs. Switch into subtractive move. Kan. Dat is gewoon like een prediction vaak. Of wat over een sec of iets in die richting. Het zou kunnen. Kan. Laat de dual screens nog niet erin. Oh damn, we hebben inderdaad dual screen er nog niet in zitten. Ja. Ik kijk gewoon naar Jeroen's ding. We hebben de 4 keer effective didn't kill, right? Ja. Oké. Disable Encore. Gooi er dan Tant bij Gerbe, want die move gaat actually geklikt worden. Of, Tant gaat heel wacht geklikt worden, actually. Darn. Disable Encore Tant. Als je enkel Disable Encore doet, dan weet ik het niet. Dat voelt als like, heel weinig. Want er zijn like 2 of 3 mons in de hele game die like actually Encore runnen op standaard sets. En like, er zijn nog minder die Disable runnen. Dus. Maar als je Tant erbij smijt, voelt het misschien te makkelijk. Want er zijn gewoon een heleboel Pokémon die like, bijna altijd Tant runnen. Wat kan, maar het is. Ja, het is een beetje raar. Like, er zijn niet. Stone Mist kan door meer dan alleen Rock types gemist worden. Mm-hmm. Dat soort dingen. En Stone Edge, Hurricane en Focus Blast zijn ook gewoon iconische moves die je gewoon altijd missen, you know. Oh. Ah, fuck. Kut. We hebben Scald, Scorching Sand, Burn, ha. Huh? Ja. Yeah. Lava Plume en Steam Eruption moeten daarbij. Dat is zeker waar. Waar staat die? Het stond vrij bovenaan. Rechtsonder, ja, daar. Ik zie hem. Steam Eruption, Lava Plume. Ga ik dat afkorten? Steam Eruption, sure. Lava Plume niet. Scorch Sands. Niet dat die en dan. Oh, status healing vind ik leuk. Ik vind status healing leuk. Status healing? Dus ja, gewoon cleric step. Nee, gewoon status healing. Dus gewoon aromatherapy, jungle healing. Nee, wish is geen status healing. Oh, wacht, heel die bedoel. Aromatherapy. I mean, death is like a permanent status. dat kun je niet wishen. Dat kun je niet terug wishen, sorry buddy. Bro, I wish. Scald, Scorch Sand, Steam Erupt en... Lava Plume. Die gaat fucking kut zijn. Die gaat niet uitzien op je...
De fucking... Ach ja. Bingo kaart, maar ey, doen we dat, I guess. Ja, gewoon status healing vind ik goeie. Ik denk dat dingen als natural cure nog wel redelijk vaak gaan komen, maar... Oh ja, bijvoorbeeld de chance heal te vandaag al zagen. Ja, maar maakt niet uit. Nee, precies. Also, wat het over like, de toxic ditto, als de persoon die... als de mon die toxic klikte ook in blijft, bijvoorbeeld om een ingeswitchte mon die getoxicd heeft, en dus ook getoxicd wordt, dan telt dat ook. Als? Toxic ditto. Oh, ja, ja, ja. Het is gewoon van als twee mons elkaar toxicen. Like, dat is gewoon een toxic ditto. Willen we dat voor rocks ditto ook doen? Als twee mons gewoon op elkaar stealthrock zetten? Oké, wacht. Stel, stel het is Mamoswine tegenover Jolteon. Oké, dat is turn 1, hè? En Jolteon switcht uit en Mamo klikt turn 1 rocks. En de Jolteon switcht naar Aerodactyl en de Aerodactyl klikt dan stealthrock turn 2. Is dat een rocks ditto? Honestly, ik heb de helft niet gehoord, maar maybe, probably. Fuck. Force Switch? Doe je dan Roar en Dragon Tail en stuff? Red Card, Dragon Tail, Roar, Whirlwind. Doe dan gewoon Phasing. Ja, dat kan. En Phasing is goeie trouwens, dat is een goeie. Dat is met een Z toch? Actually, dat hangt er vanaf of je Brits wil zijn of Amerikaans, dus whatever. Als we een Z willen, hoppa. Nu moet ik denken aan een verzand, ik ga terugzetten naar S. Ja. Ja, Ger, ik denk dat ik het met je eens ben. Ik ben het met je eens. Priority kill. Priority kill. Nee, gewoon priority. Doen we het ook. Effort, ik denk dat ik de dingen die buiten de games omgebeuren zo minimaal wil houden als mogelijk. Want ik weet nog dat volgens mij stond... volgens mij was een van... Een oude bingo kaart was een van de hokjes van... Turn 0, toiletpauze of zoiets, kan ik me nog herinneren. Like, nee, die stuff wil ik niet. Like dat mensen op fucking lead kiezen, nog snel naar het toilet gingen. Like, nee, doen we niet. Laten we dat niet doen. Nee, het ding is, dat gebeurde was ook... Speler DC? Wait, speler DC tijdens de game vind ik misschien wel leuk, hè? Dat is ook like, niet heel vaak gebeurd, maar... Ja, die vind ik ook wel kinda leuk, speler DC tijdens de game. De enige keer dat het bij mij gebeurde was omdat mijn fucking laptop toen uitviel. En ik speel nu op PC, dus. En Niels wifi toevoegen, nee. Ja, dat is dus gewoon speler DC. Like, als je het niet wil, dan doe je het niet. Ik denk dat die best leuk kan zijn. Het kan leuk zijn, maar het gaat like, ook weer. Mensen gaan erom zeuren waarschijnlijk. En Burden Pop, daar hebben we het net over gehad, dat gaan we niet doen. Ik was wel een fan van je move lock. Oh, dat was scherpen. Ik was wel een fan van de move lock. Ja, move lock is fijn. Want dat is in principe hetzelfde. Of ja, het tegenovergestelde van trapping. Ja, nee, gewoon lekker een andere versie van trapping. Ja. Dus het is niet trapping, maar het is wel. Het kan kind of kut zijn. Een Klefki met 4 status moves gaat niet op struggle klikken. Als die getalt wordt. Oké, wacht. Movelock is misschien niet het beste like, voor boarding, want mensen gaan misschien denken dat like, choiced items ook tellen wat ze niet doen. Oké, dan doen we... Move block. Ja, kun je dan gewoon even de zaakjes gewoon like, een paar dingen zetten? Nou wel, dan gaan mensen denken dat dat de enige is wat telt. Fine. Nee, move block is fine. Dat kunnen we beter worden. Ja, dat is kan beter. Move force misschien? Nee, want move force is gaan like, dan ga je juist weer aan choice items trekken. Ja, we kunnen doen wat Luke zegt, gewoon move lock en dan de zaakjes no choice item. I mean, nogmaals, move lock kunnen we niet zien. Oh, wait, maar wacht. Als je zegt move lock, telt outrage dan ook gewoon, like flat out, want het blokt je in outrage. Ik weet niet waarom we dit niet gaan doen.
move lock moves. Ja, maar, like, is dit dan voor Outrage of is dit voor Taunt? Allebei. Het is zo raar om allebei te doen. Oké, ik zou zeggen dan, doe multi-turn moves en duik je Outrage op. I guess. En dan doe je gewoon, I don't know. Ja, wat voor multi-turn moves heb je? Je hebt Outrage, je hebt Battle Dance, je hebt Trash. I mean, charge moves zoals Meteor Beam en Skull Bash tellen technisch gezien, maar het probleem is als je die... Als je bijvoorbeeld Meteor Beam gaat met Solar, met Power Herb, dan is het geen multi-turn move meer, I guess. Haal me multi-turn maar weg, want like, dingen als Power Herb, Solar Beam of Meteor Beam gaan like, 2 vakjes dan zijn. En Battle Dance wordt toch nooit geklikt. Je kan letterlijk een Outrage een hokje maken dan, basically. En wil ik niet. Nee, precies. Hyper Beam is een recharge move, geen... Oh, we kunnen een recharge move doen als je wil. Nee, dat gaat ook bijna niet geklikt worden. Ik heb een Regieleki, ik ga echt wel Hyper Beams klikken, maar sure. I mean, dat kan. Hoe ga jij die dan doen? Ja, ik ga hem niet krijgen. Denk ik. Ja. Niemand heeft Porygon Zeke gedraft, helaas. Ja, dat ook. Er zijn een paar Hyper Beam mons die gedraft zijn. Dat is Regieleki en Regigigas. We hebben een slacking met Giga Impact, dus hij. Maar nee, het is fijn. We hebben trouwens nog steeds niks voor Taunt en Disable en zo'n stuff. Ah, we hebben Curse Body al. Fair. Maar Curse Body staat bij de Static en Flame Body en zo'n stuff. Ja, nee, maar dat betekent dat als Curse Body gepokt wordt, dus als het bijvoorbeeld gedaan werd net met de Corsola van Ziek, dan kan iemand 2 vakjes lekker doen. Nou, ja en nee, want als je gewoon zegt een move locking move, dan hoort Curse Body daar niet bij, want dat is geen move. Ja, right? Dan ga je een move, ja. Dus, like, willen we move locking move doen? En dan hebben we het over, like, Encore en Disable en, Taunt. Taunt, ja. Gewoon Taunt, et cetera. Want we kunnen of gewoon alle 3 de moves er neerzetten. Want volgens mij hebben we niet echt veel meer andere moves. Het is meer dan enkel Taunt en... Want Encore, je gaat, like, je kan ook... Actually, ik zou Imprison en... Kijk, Gerber begon met like, Imprison en Torment. Ik weet niet of ik die zou toevoegen. Nee, Torment... Ja, maar Torment gaat ook niemand klikken. Dat gaat letterlijk niemand klikken. Als je Torment runt, dan... Nee. Torment? Nee, maar Torment werkt ook niet. So, Torment, like... Verlaagt PP. Dan kun je ook gewoon pressure dan. Like, nee. I mean, het kan cool zijn op een Choicemon die in switcht, maar... Imprison vind ik nog wel keine tellen, want like, Imprison Mew is werkelijk een set en Imprison kan gerund worden. Is Mew getraft? Oh wait, Torment zorgt voor dat je die 2 keer op rijden dezelfde move kan gebruiken. Oh ja, yeah, my bad. Ja. Torment zorgt dat je die 2 keer op rijden dezelfde move kan gebruiken. Wat dacht jij dan? Dat is wat ik zei. wat dacht jij dan? Dat het gewoon 4 pp eraf haalde, maar dat is spite. Ja, ik. Willen we Rest Sleep Talk erop zetten? Dat kan. Gewoon Rest Talk, dan toch? Ja, gewoon Rest Talk. Wat is er nog meer aan te denken? Ja, like the Guts en zo, daar ben ik ook kind of down voor. Self-status. En self-status heb je het over Flame Orb en Toxic Orb, Luke. En Magic Bones Synchronize.
I mean, Synchronize is niet echt zelfstatus. We hebben Resto Chesto niet op de bingo card staan, apart. Nee. Nee, dat hebben we niet. Mensen gaan ook wel Synchronize erbij toevoegen. Ik ben down om like, gewoon een zelfstatus op te zetten. Ja, yeah, sure, ik vind zelfstatus fijn. Ik weet dat ook ik dat zal niet rest... heel vaak voorkomen, denk ik. Ik denk niet dat ik rest wil tellen als zelfstatus, dus ik denk dat ik de zaak is geen rest wil zeggen. Synchronize is wel zelfstatus, Gerben, want als ik iemand paralyze en Synchronize activeert, dan paralyze ik mezelf. Dus dat telt gewoon als een zelfstatus. Wacht. Is er wel een reden waarom we geen rest zetten? Omdat ik denk dat gewoon te vaak gebeurt. Hoe vaak denk je dat rest geflikt gaat worden? Ik denk niet zo vaak hoor. We hebben rest talk zelfs, dus dan krijg je like... Ja, ik ben dan om rest talk weg te halen en er gewoon zelfstatus door te maken. We kunnen ze ook allebei doen, whatever. Weet je wat, Nee. Doe gewoon sleep talk. Doe enkel sleep talk. Want sleep talk tegen like, anti-spoor is oprecht een ding. Dus dan doe je gewoon like, zelfstatus, rest hoort daarbij en dan doe je gewoon sleep talk. Gewoon sleep talk en zelfstatus. Ja. Wacht. Dan ja, rest, sleep talk. Ik heb sleep talk en snore ervan gemaakt. Ja, goeie. Oké, dus sleep talk, like rest, sleep talk is dan twee hokjes, sure, maar ze overlappen niet. Hoe werkt Synchronize met Toxic Trait? Dat is geen Toxic Trait. Dat is geen Toxic Trait, nee. Nee. Daar werkt het woordje trait niet. Want je trait niet van, oké, ik neem wel de Toxic om jou te toxicen. I mean, jawel. Dat is duidelijk wat je doet. Want als je bijvoorbeeld... Nee, dat is duidelijk wat je doet. Als je zegt, als je tegenover de Umbreon staat en je zegt van, oké. Ik neem wel de toxic op mezelf om jou te kunnen toxicen. Dat is precies wat je doet met Synchronize. Ja. Maar maakt niet uit. Ik zou zeggen dat voor een toxic trade bij de mond actieve toxic moet klikken. Dat zou ik wel zeggen. Ik denk dat ik Synchronize wil tellen voor like toxic. Zo. Maar we kunnen het ook laten voor hebben. Hey, laat eens effort. Leuk dat je bij de stream was. Leuk om je bij de stream te hebben. Ik neem aan dat er like, gewoon drie mensen steeds like, leuk hebben en effort op like, aan het praten waren. Oh ja, dat waren basically de mensen die aan het chatten waren de hele tijd. Ja, van die drie. En Tomski tussendoor. Like een tijdje terug, maar nu ook al niet meer. Dat is fijn. Bro, is het super leuk om te zeggen dat ik gewoon hoop dat Penguin gewoon like, vanaf morgen gewoon niet meer actief is in de server? Ik heb geen idee. Heeft hij nog wat shit gezegd dan in general? Of? Nee, is het dan gewoon like, te vragen of mensen willen helpen met zijn draftteam en stuff? En ik ben zo van, like, ik kan niet eens Nederlands, buddy, je hoort eigenlijk niet hier thuis. Maar whatever. Ik wil niks met rollen gaan doen, Luke, want die dingen zijn zo fucking moeilijk te achterhalen. Like, ik wil niks, maar... actually, je kan zeggen van wat Gerber kreeg met de Moonblast, dat de eerste like 51 deed. En toen deed de volgende 53, waardoor het killde. Like, switch kun je maybe doen, maar ik denk dat ik dat wil. En Shark, hoe ging het babbelen met Penguin? Kijk, ik... Nee. Sorry, wat? Nee, Penguin is niet. Nee, Penguin... I mean, is nog in de Discord, maar... Ja. Dat ken je niet. Dat moet je dan weer achterhalen zodra we alle dingen van de bonds weten. En dat gaan we ook niet doen, altijd. Oh, dat zei ik al, maar... Bijvoorbeeld in de game die Gerber net speelde, tegen Dunslate, hij... Had een keer 51, kreeg lefties en dan moest hij 54 en dat kreeg hij ook. Ja, dat klopt. Ja, dus je zou dat kunnen tellen, maar ik denk dat ik dat wil. Ja, Shark, ik ging al van zoiets uit. Het probleem is, we zijn in Nederland. Ja. Ik heb al...
Ik bedoel, we kunnen het hier nog later over hebben. Ik weet niet hoe de rest zich hierover voelt, maar ik denk niet dat ik... Dat is iets voor ik denk niet dat ik non-Nederlanders... Ja, ik, nou, nee, zelfs dan niet. Ik denk niet dat ik gewoon... Ik denk niet dat ik met non-Nederlanders wil gaan kutten. Ik denk dat ik gewoon, like, de server Nederlands wil houden, maar... Ja, nee, dat begrijp ik. Hoe lang was de Magnezone, via Magnezone, Melmetal, Magnezone? Geen idee. Had ik die wel nou altijd tussen, ja toch? 1v1, 10 turns, volgens mij wel. Ja, ik zie dat staan. Ja, 10 turns, 1v1, hoppa. I mean, als we klaar zijn, dan ga ik dit even kopiëren en... Kun je dit gewoon like, naar mij sturen in DM's? Want ik wil dit niet kwijtraken nog een keertje. Ja, dat kan zeker. Ik doe ook nog like, een notepad daarvan maken. Toppie. Ja, ik ben aan het nadenken. Of we nog meer dingen hebben, maar ik weet zo snel ook even niks. We hebben in ieder geval wel wat meer, dus dat gaat iets meer variatie en bingo kaarten creëren wat fijn is. Het ding is, like, bingo heeft gewoon like 25 plekjes. En als we dat like 40 hebben, dan zullen al heel veel mensen like, evenveel hebben, aangezien we met 18 mensen die bingo spelen. Ja, yeah. Ik bedoel, we hebben nu meer dan 40, toch? Ga ik vanuit. I mean, tel de comma's maar die ik je door heb gestuurd. Cool, dat zal ik doen. Yeah. Nee, maar ik denk dat het voor nu dit fijn is. Als er nog like, dingen bij komen, dat zullen we nog wel aan denken dan, denk ik. Yep, surfing. Dan zou ik zeggen voor nu, zal ik dan de stream enden. En leuk voor het kijken en wij zien ons later. Ja, voor iedereen die nog eerst, bedankt voor het kijken en tot later. Laters.